Normaal hou ik niet zo van reunies of zelfs van terugblikken, maar de Dinkel heeft wel een heel bijzonder plekje in mijn geheugen. Zelfs ook in mijn hart. De Dinkel was voor mij namelijk een keerpunt in mijn toen nog zeer jonge leven. De stap die ik maakte was niet die van Friezeveen naar Denenkamp, maar van Friezeveen naar de rest van de wereld. De Dinkel, ja, daar kwamen echt de grote kampioenen vandaan. Kirsten Vlieghuis, Iris Westrik, Tjacco Ruinemans. En ook was daar toptalent Joris Keizer. Die was al flink bezig om carrière te maken. En daar stonden de kranten ook steeds voller mee. Hij is op tijd. Ja, goeiedag. Sommige dingen veranderen dus toch? Jawel. Joris Keizer was maar een jaartje ouder dan ik. Maar stond bekend als het zwemtalent van Nederland. Ja, nieuwe zwembad, nog nooit gezien deze ingang. Dorper S. Is al 10 jaar oud. Hoe lang hebben wij elkaar niet gezien? 10 jaar. 10 jaar alweer, ja, hè? Zoiets. 2004, Athene. Ik denk het, ja. Jij katte ermee, ik ging nog even door. Jij ging nog 2 jaar door en ik vond het wel welletjes. Ja. Dus ja, goed je dus, te zien. Lang geleden, ja. Ja, je bent weinig veranderd, Johan. En jij ook niks, maar dat doen we goed dan, toch? Ja, dat is goed. Nog steeds dezelfde jonge goden als vroeger, ja. Ja. En vakantie goed. In Denenkamp, nu, ja, tegenwoordig? Vakantie, ja. Een weekje terug. Vanuit Sydney? Vanuit Sydney, ja. Prima naam, ja. Want ik dacht, die Olympische Spelen daar, dat trok me wel. Dat had me toen zo goed bevallen dat ik dacht van, dan wil ik toch nog eens een keertje weer naar terug. Ja? Was dat echt de beweegreden om dan Sydney te doen? Of? Nou, niet direct, maar ik wist natuurlijk wel hoe het in Sydney was. Dat het een hele mooie stad was, mooie omgeving, aardige mensen. Ja, je weet er alles van, Johan. Mooi, lekker weer, strand, alles heb je daar. Ja. Dus dat als er één plaats is waar ik nog ooit eens wil wonen voor een aantal jaren, dan is het daar. Ja. Dus, en die kans kreeg je? En die kans kreeg ik, dus ik kreeg goede baan aangeboden dacht... daar. Ja, maar wat doe je daar nu? Ik ben daar nou een postdoc. Ik begeleid daar studenten op de universiteit met hun onderzoek. En ik doe mijn eigen onderzoek. Eeuwige student. Eeuwige student, ja. Maar nu met titel. Nu met titel en met een fatsoenlijk loon. Dus ja. Ja, ik weet nog dat je de eerste keer kwam om te trainen. Ja? Klein, verlegen jongetje. Dan ben ik heel benieuwd hoe jij dat ervaren hebt. Klein verlegen? Ja, stil vooral. Je was een stuk stiller vroeger dan nu, moet ik zeggen. Weet je dat ik dood zenuwachtig was voor de eerste training bij de Dinkel? Ik had... Ik wilde alleen maar meer trainen. Ik dacht dat ik wel iets kon. Ik dacht, ik probeer het gewoon. Maar er is maar één plek in deze regio waar het kon. Ja. En dat was de Dinkel. En de enige waarvan ik de Dinkel kende was Joris Keizer. Want ik kende helemaal geen Kirsten Vlieghuis. Ik kende helemaal geen Iris Westrik. Maar omdat jij 1 jaar ouder dan mij was, dacht ik... en jij was toen al doorgebroken als talent. Ja. Ik denk, daar moet ik zijn. Toen hadden we geregeld dat ik een proef mee mocht draaien. Ja. Ik had een speciaal nieuwe zwembroek gekocht. Ja. Bleek de verkeerde toen ik eenmaal binnenkwam. Maar mijn vader die bracht mij en die zette mij hier af. En met ongeveer hartslag 200 en een tasje met de verkeerde spullen dus blijkbaar, liep ik naar binnen. En ik was bloednerveus. Want ik dacht, ik ga hier dood, denk ik. Want ik had niks gedaan, 3 jaar. Ja. Bijna niet getraind. Mentaliteit van nul. Ja. En dan ga ik ineens naar de beste club van Twente. De streek. Nou ja, bijna van Nederland. Ja, inderdaad. En dus ik kwam hier net ook aan. En ineens dat gevoel. Dezelfde beetje spanning. Gevoel, ja? Beetje spanning. Okay. Het ziet er iets anders uit. Maar die spanning die zat er wel weer in, ja. Ja, dat kan ik me voorstellen, ja. Heb je trainingsspullen bij? Ja. Jij ook, zie je? Ik ook. We gaan... Ga een stukje zwemmen. Jeroen Rademaker heeft trainingje bedacht. Oh, god. Echt waar? 10 keer 200 in één groep. Oh, maar dat was altijd wel het leukste in één groep, de slang. Dus hier, kijk, aan het gewicht, aan het gewicht te zien, te voelen. Kijk. Oh, dit zijn mijn WK-medailles. Was je die al kwijt of Korte zo? Korte baan, goud. Dit is... Kijk. Oh, hier ligt het. Wat ben je kwijt? Dit zijn mijn WK-medailles. Oh, ja, nou, je hebt ooit een keer gezegd van bewaar jij ze maar, dus... Oh. Nou. Jongen.
Dit is allemaal... Dit zijn wel de meest belangrijke. En met de andere, dan mogen de kleinkinderen meespelen. Ook EK. EK goud. Ja, dat is ook EK goud. Oh. Dit is mijn eerste. Dit was mijn WK-medaille in Perth. Oh ja. Zilver. Mooi, hè? Als reserve zwemmen, maar we kregen wel een medaille. Ja, je kreeg wel een medaille. Zie daar, het is helemaal... Ja. Het is wel echt zilver, denk ik. Ja, die kan ik poetsen. Oh, deze wil ik nog wel eens een keer... Ja, neem hem toch mee. Ja. Neem hem maar mee, hoor. Ze zijn allemaal van jou. Nou ja, dit zijn allerlei dingetjes. Ja. Brosjes en ja, van alles. Souveniertjes zijn het eigenlijk allemaal, hè? Ja, ja. Hier zullen dan de krantenknipsels wel in zitten. Laat eens zien. Of nog meer medailles. Ja. Oh ja. Nou ja. Nog meer voor het, voor het plakboek. Nou ja, heel veel wel dubbel, hè. Want net wat ik zei, wij hadden de krant en iemand anders had een krant. Ja. Nou ja, Inge zit er alle... Ja. Arke de Dinkel. Overzicht, meer prestaties. Oh. 1996. Ja, maar dat heb je hier allemaal laten liggen. Oh ja, dan kregen we altijd die lijsten. Wat waren Kirsten Vlieghuis, staat hier nog in. Joris en ik hadden ook een goed voorbeeld waar we ons aan op konden trekken. Kirsten Vlieghuis, tweevoudige Olympische medaillewinnares. Ook zij was opgegroeid eigenlijk en ontwikkeld bij de Dinkel. Vlak voordat ik naar de Dinkel kwam, vertrok zij al naar Eindhoven. Ze moest haar vleugels verder uitspreiden. Zij had de Spelen van Atlanta in 1996 in vizier. En kon niet verder groeien bij de Dinkel. En stapte toen over naar de onbekende, toen nog onbekende coach Jaco Verharen in Eindhoven. Ik ken jou natuurlijk pas later toen je bij Eindhoven zat. Ik wist natuurlijk dat je kwam bij Dinkel had gezeten. Kwam jij bij mij op trainingskamp? Ik ben nog bij jou op trainingskamp geweest met Joris Keizer. Ja. Mochten we een weekje proef draaien. Althans, we gingen naar het WK. We moesten ons daarvoor WK kwalificeren. Ja. 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 En, toen hadden we gevraagd aan Jaco Verharen, mogen we dan een keer een weekje meetrainen? Oh, had jij gevraagd, want we speelden alles via ons netwerk, ja. Kirsten Vlieghuis. En toen zei je van, nou kom en er een weekje bij jou. Joris is gebleven, jij bent heel hard weggegaan. Ik ben heel hard weggegaan. Maar dat was ook een sfeerding, echt. Want wij lijken wel op elkaar daarin. Want voor mij was de sfeer niet iets wat bij mij paste. Nee. Ik vond die sfeer heel erg in Amersfoort. Jij vond die sfeer heel erg in Eindhoven. Ja. Wij hadden samen altijd wel een goede sfeer, vond ik zelf. Ja, zeker. Best wel close met elkaar opgetrokken in die jaren. Maar daarvoor, ik zat natuurlijk in Vriezenveen, jij zat in Borne. Ik had geen zin meer om te zwemmen, ik was zwaar aan puberen. Jij had ook geen zin meer om te zwemmen. Allebei deden we een proeftrainingje bij de Dinkel. En we waren verkocht. Ja. Uiteindelijk zijn we bij de Dinkel allebei Europees jeugdkampioen geworden. In Antwerpen, jij in 91, ik in 98. Oh ja? Ja. Oké. Okay. En uiteindelijk, twee jaar voor de Spelen, zijn we vertrokken naar een ander team. Ja. Jij hebt twee keer persoonlijk brons gehaald op twee Olympische medailles. Ik heb in de eerste verder twee keer medailles gehaald. Dus we hebben best wel wat gemeen. Eigenlijk wel elkaar. Eigenlijk wel, ja. Ja, en toch denk ik dat de Dinkel daar een hele grote rol in heeft gespeeld. Zeker. Voor mij, de hele basis is daar gelegd. Tuurlijk, je begint met, hè, voor jou Vriezenveen, voor mij Borne, daar wordt de beginselen worden daar gelegd. Maar van 12 tot en met 18 zijn zulke belangrijke jaren daar. Of je gaat door, of je haakt af, of je gaat het uitgaansleven in, of... Je kiest toch voor de sportkant. Ja, dat is voor mij, die jaren zijn ontzettend belangrijk geweest. Ja. Ik deed niks anders dan zwemmen. Nee, dat was ook meteen... Ik ging naar school en ik ging naar Denenkamp en ik kwam weer terug. En ik ging 's ochtends zwemmen in Denenkamp, daarna ging ik naar school in Hengelo op fietsje. Toen kwam ik weer terug en dan gauw wat eten, hup in de auto. Dat was helemaal gewoon een dagelijks... Dat was je vrijheid, eigenlijk besteding eigenlijk. Ja. Je spelen, je plezier, eigenlijk alles gebeurde daar. Ja. Wie bewaard heeft wat. My name is Johan Kenkers. I'm 17 years old and I live in Vriezenveen. Het Noordic van de school. Je was wel goed, maar je kwam altijd met een medaille thuis. Dus dan ben je wel goed in die tijd dan ook al. Maar je gaf ook niks meer om medailles, want ze lagen onder in de zwemtas. En die vond je dan later wel een keer een hele rits medailles. En dan maakte ik een keer de zwemtas schoon of opruimen. Want de boel moest ook af en toe wel in de was. En dan zei ik, oh ja, Johan, hier een medaille. Daar, oh ja, heb ik daar en daar gewonnen of zo. Maar ja. Hechten daar... Het is echt nooit veranderd. Want ik heb ook op grote toernooien daarna... Medailles vond ik wel... Toen natuurlijk wel heel belangrijk. Als je hem wint, maar een dag later hing die ook altijd... Ik ben er volgens mij dus wel eens eentje vergeten, ook in een hotel.
Ja, maar sommige mensen die hebben alles in de slaapkamers hangen en zo, maar ja. Bij ons verdween die meteen in de schoenendoos. Je hebt echt wel veel meer... Is 15 jaar lang 15 jaar zwemmen. Dus, je hebt al veel meer gewonnen dan ik. Het is allemaal Nederlandse kampioenschappen. Ja, rood-wit-blauwe, denk ik. De guldens. Ja, dit zijn de hele oude. Dit is toevallig deze pak. Dit is mijn allereerste van de Speedo-finales. 89. 89, ja. Oh ja. Ik had in 90 mijn eerste. Ja, dat klopt. Een juist verschil. Dus, ja. Frieseveen. Eerste NPC. Jouw oude clubje, Johan. Ja. Ja. Goed zeg. Ja. Ben je tevreden over, dit? Het aantal medailles? Oh ja, dit maakt me allemaal niks uit. Ja. Dit, nee. Dat vond ik vroeger wel belangrijk, maar op een gegeven moment, zeker in de laatste vijf jaar, jij is hetzelfde gehad in de laatste 5 jaar van je carrière, doet dat je niks meer eigenlijk met medailles. Je wilt jezelf bewijzen en je gaat niet meer al die limietwedstrijdjes af om een medaille te halen. Maar ben je de meeste, wat is voor jou de meest waardevolle? Nou, die eerste is heel erg waardevol en ook deze. Dus, pak hem. Wat is de EEK? Dat is de EEK medaille. Goud gewonnen toen in, wat was dat? 97? 97, ja. 100 vlinder. Ja, hij is wel een beetje verroest aan het roesten, zie ik. Ik zie het. Echt goud dus. Het is niet echt goud. Jullie waren heel zelfstandig opgegroeid in feite. Omdat wij ook die slagerij hadden. En daar moest je ook altijd al helpen. En dus je was een beetje aangewezen op jezelf. En op je eigen zelfstandigheid. En ja, tuurlijk wist ik wel dat je ging, dat je goed zwom. En dat je naar Denenkamp moest. Maar je moest je ook een beetje zelf redden. Ja. We konden niet overal achteraan rennen. En ik denk ook dat dat wel een beetje goed is geweest voor je... Nou ja, voor je hardingsproces. Ja, eigenlijk wel. Ja, dat denk ik ook wel. Je mocht ook niet teuten. En als het regende, moest je ook gewoon. Dus dan kon ik ook niet zeggen, nou, mama, breng je wel even. Nee hoor, je kreeg een mooi regenpak en dan kon je daar wel mee, kon je daar wel mee op de brommen. Dit was de rijtijden van huis weg om 5:00 of 4:00. En 6 keer in de week. En dan naar Platenkamp in Borne, dat was de tussenhalte. Om 10:09 of 10:07 moest ik weer opgehaald worden. Ja. Bloed zit er nog op van een slagerij. Nou, is mij. Dat bloed, ja? Ja, het zou zomaar kunnen. Het is nu koffie. Kleedkamer 1. Ja. Is where the magic happens. Oh, ik weet precies waar ik zat. Het gebroken haakje hier. Oh, hij is nog steeds gebroken? Ja, dit waren mijn haakjes, deze twee. Deze drie eigenlijk. Ja, deze drie. Ja, dit was mijn plek. Ja, omdat ik later kwam, had ik alleen nog maar een gemoffeld hoekje hier. Dat was het enige plekje wat nog vrij was. De nieuwe mensen werden een beetje aan de periferie van de kleedkamer gedumpt eigenlijk. Maar binnen een half jaar was dit natuurlijk de plek waar het allemaal gebeurde. Tuurlijk, joh. Tuurlijk. Ja, god, niks veranderd. Goed, hè? Ja. Fantastisch. Oude schrootjes. Is wel een beetje oud nou. Voor ons is het natuurlijk leuk om terug te zien, maar eigenlijk moet het zwemmen natuurlijk al veel nieuwer zijn. Ja, dat moet. Dat is... Ja. En hier deze. Tim Bos zat hier naast mij. Over. Ik zal even nadoen hoe Joris altijd binnenkwam. En dit. Oh, dat is levenszwaar. Kan niet meer. Kan niet meer. Ja, vooral in de ochtend. In de ochtend zat ik zo. Joris die was dan kwam die binnen en ik zeg ik heb geen zin, ik ben moe, ik voel me niet goed. En dan ging ik ervan uit, nou die zal dan tijdens de training niet zo heel veel klaarmaken. Maar het was allemaal een act, want dan was hij eenmaal in het water en dan voelde hij zich als een vis in het water. En dan ging hij er gewoon vandoor en hij kon eigenlijk veel harder trainen dan ik. En vaak op het eind, dan was ik al kapot en dan ging jij er weer overheen, want jij had nog wat energie over. Ja, maar dat is mooi, mensen op de pijnbank leggen dan. Ja. Bloed onder mijn nagels vandaan haalde hij. Wij hadden wel een beetje een clash. Ja, ja. Af en toe. Af en toe wel, ja. We konden wel goed met elkaar, maar we hadden ook wel vaak een... kon je niet uitstaan. Ja, ik kan best een irritant mannetje zijn in zwembad, denk ik. Ja. Zwemclub De Dinkel. Vernoemd naar het pittoreske riviertje De Dinkel, wat tussen Ahaus en Coesveld in Duitsland ontspringt. Bij Losser Nederland binnenkomt. En via Op Marsemond het land ook alweer verlaat om vervolgens bij Nooienhuis uit te monden in de Vecht.
De Dinkel. Het heeft in de jaren 90 een enorme rol gespeeld in het leven van Kirsten, van Joris en van mijzelf en ook van Jeroen Rademaker als trainer. Sterker nog, een cruciale rol in onze zwemcarrières. Want in het dorp Ersendenikamp leerde hij wat hard werken was, wat het belang van een sterk team was, wat betrokken coaches waren. We zijn een beetje op zoek naar waarom wij in die tijd, in 96, 97, 98, met de jongens van de Dinkel, waarom waren wij zo goed? Heb je daar een antwoord op? Ja, nou kijk, de structuur van onze vereniging boort eigenlijk al heel veel aan. We hadden eigenlijk relatief al wel goede zwemmers bij ons. We hadden destijds al een goede club. En daar zijn jullie ongelooflijk in ontwikkeld. En die ontwikkeling die hebben jullie eigenlijk elkaar zijn jullie gaan stimuleren. Elkaar ben je eigenlijk te snel af willen zijn op bepaalde zaken. En op dat moment groei je gewoon. En helemaal als je een clubje hebt wat jullie eigenlijk hadden. Beter kun je het eigenlijk op dat moment niet krijgen. Waren we lastig? Waren jullie lastig? Nou, eerlijk antwoord geven. Ja, tuurlijk waren jullie sterk, hè? Tuurlijk waren jullie lastig. Jullie hadden echt jullie eigen persoonlijkheid. En dat hadden jullie eigenlijk alle 4, 5 eigenlijk wel. En naarmate je groeit, versterkt dat. Maar je groeit er ook in mee. Dus op een gegeven moment weet je ook van wie en wat je aan elkaar hebt. En ik denk dat dat zeker was. Maar wat ik altijd ook wel zeg, topsporters die moeten eigenlijk eigenwijs zijn. Want anders kun je die top nooit bereiken. Maar je bent wel een paar keer flink ontploft in die tijd. Ja, maar dat had het meer te maken met de training en de manier van trainen. En mijn beleving binnen die training. Het doet me goed om terug te blikken op deze fantastische periode in mijn leven bij de Dinkel. De mooie club heeft me misschien wel meer gevormd en gebracht dan ik misschien toe wil geven. Hoewel, ik geef het graag toe zelfs, want dat verdient de club. Net zoals het een succesvolle toekomst verdient, met passende faciliteiten, jonge, ambitieuze talenten en betrokken coaches en vrijwilligers. Precies zoals ik het me herinner.